해고! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Matties Game Room. Dit jaar gaan we niet beginnen met een game, maar we gaan het hebben over boeken. 'Cause remember kids, life is not just about video games. It's about reading them too. Ah, 2P man. Kijk je even mee naar alle boeken die ik heb. Fine, blijf lekker gamen. Let's go. Oké, we doen het als volgt. Ik heb ze als verschillende genres verdeeld. En zo gaan we ze bekijken. Ik heb ook nog guides en tijdschriften liggen. Comics en manga's heb ik ook liggen, maar die laat ik wel een andere keer zien. Laten we eerst beginnen met de encyclopedies. Natuurlijk laat ik niet elke bladzijde zien, maar gewoon een paar pagina's, anders gaat het veel te lang duren. Super Mario Brothers Encyclopedia, the official guide for the first 30 years, zit boordevol content uit alle 17 Super Mario games. Van de originele Super Mario Brothers tot Super Mario 3D World. Volg de evolutie van de Goomba, wees getuige van de introductie van Yoshi en beleef je favoriete levels opnieuw. Dit boekdeel bevat ook een interview met producer Takashi Tezuka. Tips om je te helpen met elke munt, ster, zon en paddenstoel te vinden. Zelfs uitleg van glitches. Met informatie over vijanden, voorwerpen, obstakels en werelden van meer dan 30 jaar Mario. Is Super Mario Brothers Encyclopedie de definitiebron voor alles wat met Super Mario te maken heeft. Dit is een boek dat kijkt naar de evolutie van videogames. Alles staat op chronologische volgorde en het begint in de jaren 70. De eerste game is dan ook Computer Space en gaat helemaal door tot het heden. Wat ook leuk aan deze is, is dat er alle platforms langs gaat. Dus arcade, consoles, PC, handheld gaming, alles zit erin. We'll be right back.
The Legend of Zelda Hyrule Historia is een verzamelboek over Nintendo's The Legend of Zelda serie. In het Engels uitgegeven door Dark Horse Comics. Het 276 pagina's tellende boek onthult de officiële tijdlijn van de fictieve gebeurtenissen in de serie, na jaren van speculatie door fans. Het boek bevat ook artwork voor de games, een korte manga en een voorwoord en nawoord geschreven door de producenten van de serie. Legend of Zelda Encyclopedia is een boek dat in 2017 is uitgebracht om de 30ste verjaardag van de Legend of Zelda serie te vieren. Het is het laatste boek in de Goddess Collection Trilogy. Ik heb hier de Collector's Edition, die dus de vorm en look heeft van de Zelda NES cartridge. Ook zit er dus een stofhoes van hoe je het om de NES cartridge heen deed en een handleiding bij. De encyclopedie is verdeeld in 3 hoofdstukken, variërend van The Legend of Zelda tot Twilight Princess HD. Eerste is een visuele encyclopedie waarin trefwoorden zoals de Master Sword en Hyrule worden uitgelegd. De tweede is een lijst met vijanden, items, kerkers en nog meer dingen. Het derde en laatste hoofdstuk bevat archieven met toelichtingen en verhaallijnen van elke spel in de serie. Deze definitieve Star Wars encyclopedie bevat secties voor sectie elk belangrijk Star Wars personage, wezen, locatie, strijd, droid en voertuig in de Star Wars film en het geanimeerde universum. Het begint in de prequel trilogy en gaat langs de originele Star Wars trilogy en de animatieseries Clone Wars en Rebels. Ook staan hier heel veel dingen over achter de schermen en hoe de special effects werden gemaakt. Dit Star Wars boek is helemaal in het Nederlands. Van duizenden jaren voor episode 1 tot aan de nieuwe ontwikkelingen in episode 8. Fascinerende features, zeldzame foto's achter de schermen en pre-productietekeningen omvatten de eerste 8 films op de saga in 1 episodische gids. Ontmoet de personages, verkent profielen van de Jedi, de Sith en de rebellen.
Het universum van Halo is opmerkelijk groot van schaal en vertelt rijke verhalen vol gedurfde personages, adembenemende werelden en spannende conflicten. Ter ere van het 20-jarige jubileum van Halo hebben Dark Horse en 343 Industries de handen ineengeslagen om de meest definitieve gids voor het universum tot nu toe te leveren. Friday the 13th liet bioscoopbezoekers kennis maken met een nieuw soort filmisch terreur genaamd Jason Voorhees. Met 10 sequels in de serie is het de meest succesvolle horror franchise geworden. Geïllustreerd met bijna 600 foto's, archieven en productiemateriaal is dit deel een visuele memories van de serie. Alright, laten we nu kijken naar de artbooks. Altijd leuk om art te zien van een game die je echt heel erg leuk vindt. Atari is een van de meest erkende namen ter wereld. Sinds de oprichting in 1972 heeft het bedrijf pionierswerk verricht met honderden iconische titels, waaronder Asteroids, Centipede en Missile Command. Naast honderden games die zijn gemaakt voor speelhallen, home computersysteem en computers, is er speciaal werk gemaakt van originele kunstwerken om de Atari-ervaring te verbeteren en kinderen en volwassenen verder te verleiden om het nieuwe tijdperk van elektronisch entertainment te omarmen en ervan te genieten. The Art of Atari is de eerste officiële collectie van dergelijke kunstwerken. Dit boek, afkomstig uit privécollecties over de hele wereld, omvat meer dan 40 jaar unieke illustraties van het bedrijf. Die worden gebruikt in verpakkingen, advertenties, catalogie en meer. Dit is een artboek van de game. Die kreeg ik bij de Collector's Edition samen met een beeldje. Hier zie je de artwork van de karakters en verschillende locaties uit de game. Een uitgebreid kunstboek met harde kaft, waarin het werk van Akira Toriyama's best verkochte manga-serie Dragon Ball wordt getoond. Een uitgebreid kunstboek met manga-kunst, aanvullend promotiemateriaal, commentaar van de maker
en notitieschetsen posters uit de hele geschiedenis van de originele Dragon Ball serie. Allemaal opgenomen in een prachtige hardcover boek in slipcase met een stofomslag. Nog een artboek voor een game. Hier zie je artwork voor alle karakters die in Tekken 6 voorkomen. Shantae. Ze is de half genie buikdansende haar op zwevende held van haar eigen platformgame franchise. The Art of Shantae verzamelt het fantastische artwork achter alle 5 games in de Shantae-serie. Inbegrepen zijn belangrijke kunstwerken, ruwe concepten, stijlverwerkingen, ontwerpen door wezens en omgevingen en nog veel meer. Volg de creatieve ontwikkeling van Risky Boots, Roddy Tops, Sky, Bolo en Shantae zelf in deze fantastische hardcover viering van Shantae. The Legend of Zelda: Art and Artifacts bevat meer dan 400 pagina's met volledig gerealiseerde illustraties uit de volledige 30-jarige geschiedenis van The Legend of Zelda. Inclusief artwork van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dit boek bevat zeldzame promotiestukken, speldoorkunst, illustraties in instructieboekjes, officiële karakterillustraties, spritekunst, interviews met de artiesten en nog veel en veel meer. Hier wat kleine artboekjes van verschillende games. Van Assassin's Creed 2, Monkey Ball, Kingdom Hearts Birth by Sleep en Tomb Raider.
Dan gaan we nu naar de laatste stapel kijken. Er zit een beetje van alles en nog wat in. Hier zitten allemaal foto's in van allemaal verschillende apparaten. Ook apparaten voor videogames. Er zitten meer dan 400 foto's in van verschillende dingen. Ga mee met de kroniekschrijver Elina op een reis naar de diepte van Hollownest en verken de mysteries van dit verwoeste koninkrijk. Er staan allemaal games in die je moet spelen voor je doodgaat. Daarom heeft het ook die titel. Dit boek bevatte initieel een lijst van games uitgebracht tussen 1970 en 2010 met daarbij een korte uitleg over de werking van de game en screenshots. Hier staan ook weer allemaal dingen in over verschillende consoles. Er staan hier natuurlijk bekende consoles in, maar ook heel veel consoles waar je denk ik nog nooit over hebt gehoord. Hier staat alles in over hoe je goed kan worden met games. Het is gericht op PC-gamen en hoe je bijvoorbeeld het beste team kan samenstellen online. Jurassic Park, gemaakt door de meest inventieve en succesvolle regisseur van Hollywood, Steven Spielberg, was een van de meest besproken en meest verwachte films in jaren die tot de Amerikaanse verbeelding sprak. Kijk hoe het beste FX-team in de filmgeschiedenis hun talenten bundelen om de levensechte dinosaurussen te creëren. Leer exclusieve interviews met Steven Spielberg, Michael Crichton en de hoofdrolspelers en nog veel meer. Making of van de eerste Star Wars film. Heel veel mooie foto's van deze legendarische film die een hele filmreeks startte. Als Star Wars fan moet je deze ook zeker in je collectie hebben. Dan heb ik nog twee extra dingen. Een reclamefolder met Nintendo 64 games erin. En een multimap van de presskit van de E3 2004.
Dit is een klein boekje over verschillende Nintendo 64 games. Dit is best uniek. Hier staat alle informatie voor de pers in van Nintendo voor E3 2004. Er staat dus ook onder andere welke games er gepresenteerd gaan worden en wat er later uit gaat komen. Dus allemaal games voor de Nintendo GameCube en Game Boy Advance. Zowel Nintendo titels als van andere bedrijven. Wat ik dus al zei, ik heb nog heel veel oude tijdschriften en videogame gerelateerde comics en manga's. Maar dat bewaar ik allemaal voor een volgende keer. Hey, 2P-man. Hoe lang zit jij hier al? Zie je nou wel dat het leuk is? Now go! Vertel de wereld dat er meer manieren zijn om te genieten van videogames! Oh yeah. Ha! Just look at him go. Oh, in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Eerst even verder lezen. You